Wat goed dat jullie weer kijken op mijn vlog. Hier hebben we Ryan, hier hebben we Christy. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet je wel weten, we hebben broodjes in de oven. Oh, nou ik heb net mijn tanden gepoetst, maar is goed gaan we. En Nadine is boven en we gaan gewoon weer een nieuwe vlog in. Weet je, we moeten even promotie maken voor RPH. Launching 1 januari, je ziet het vanzelf op mijn Insta-story, je weet het zelf. En, wat moet ik nog meer zeggen? Vergeet niet te abonneren en te liken, je weet het. Hey! Kijk wat ik van Christy krijg. Doe normaal, een heel lekker broodje met jam. Nou, echt een tractatie. Oeh. Dus nu naar Ryan zijn huis. En voor degene die... Ryan is de vriend van Christy. Maar die heeft een hond thuis. Ja. En die is... Vorige keer haatte... Nou ja. Jaycee heel erg. Hij voelde mij verschrikkelijk. Dus hij ging blaffen, hij ging op me springen. Ja. Dus hij wil weer opeten. Dus deze keer moet Jaycee echt zelfverzekerd. Maar dat ben ik niet, dus. Ja. Ik loop gewoon zo naar binnen, doen alsof ik Jaycee ben. Je moet dat filmen dadelijk. Ja. Christy, je begrijpt dat dit geen doen is. Nee, jij moet echt naar voren. Ja, bedankt. Ja, gewoon doorlopen. Het is gewoon geniet. Benji, nee. Nou, dames en heren, ik loop nu met je hond. Ga gewoon zitten. Zo. Chill, baby. Hey, baby. Lief, doe. Nee. Benji, klaar. Niet doen. Hij vindt me al een stuk leuker. De hond zit heel braaf daar, maar nu ga ik uitdagen. Nee, niet doen. En nou ja, op een of andere manier... Vindt hij jou niet zo leuk? Vindt hij mij gewoon niet leuk. Hij blaft en hij waf... Oké. Okay. Nou. Dit is een gillende keukenmeid. Die er net helemaal op, op dat ze helemaal opkwam. Schatzig. Goed boy, Benji. Benji. Zo, hij wordt wel heftig opeens. Kijk hoe schattig goed door Benji. Nou. Oeh, koesje. Ja, we zijn er! Wauw, ik al mijn t-shirt. Dit is dus het merk? Dit is het merk. RPH. En vanaf 1 januari komen er allemaal spannende dingen op de webshop. Wow! Kijk wat ik aan heb, jongens. Het merk. Oei. Nou, we zijn daar bezig met shots op te nemen voor de shoot. Wow. Oh, sweetie pie. Oh. Chrissy is echt mijn steun en toeverlaat, no? No. Let's dance. Okay. Nou, we lopen nu in de stad. We gaan nu door naar de volgende location. Nou ja, het is niet heel warm. Nou, we zijn dus nu aan het lopen. In die stad. Ja, en dan neig ik toch weer naar die kraan die daar staat. Oh, hou op. Oh, ik loop door plassen. Maar ja, nee. Laat het maar even gaan voor nu. Kijk, lekker een snoepwinkel. Maar dan denk ik van, dit is ook niet belangrijk, zo'n snoepwinkel. Ja, waarom is dat dan wel open en zo'n hele mooie Xenos niet? Oh, daar staan we dan. Zo midden met ons hoofd in die passage met zo'n kerstboom. Nou, en een koepel. Ryan down Santa Claus Lane. With safety. Ga je de vloggen? Ja, tuurlijk. Een dag niet gevlogd, dus een dag niet geleefd. Nou, de bedoeling is dat wij dan zo van achter die kerstboom zo'n leuke foto iets effect maken. Hartstikke leuk, jullie gaan het nu zien. Ja, is goed hoor.
Zo, dames en heren, wij zijn weer lekker thuis. Wij gaan even kijken of er iets van de planning is, want we kunnen niet. Bentje, zit. Zit. Bentje, poot. Ja, brave jongen. Nee, Bentje, laag. Nou, we zitten hier gezellig met z'n allen. Lekker een beetje te chillen. Voetjes in de lucht. Hond ook op mijn schoot. En nou, ik heb hem net lekker koekjes gegeven. Hij is helemaal voorzien. En ja, gezellig. En natuurlijk diegene in de keuken, Jordi. Jordi heeft hij toch? Oh, Jordan. Heeft mij een lekker cola aangeboden. Nou, het kan gewoon niet gekker worden. Commando. Pinkelen. Deze, ik heb hier echt al. Dat moet je dat wel met je vinger. Oh, ja, hoe de. Pinkelen is zo. Oh ja. Sla elkaar. Zo. Nee, dat is aan. Ik zei helemaal geen commando. Ah, oh, Nadine is gewoon af. Ai de hond. Ik ai hem wel, ik ben toch al af. Ze doen helemaal niet leuk mee met het spel. Vind ik zo jammer. Wat heb je gedaan? Ik ben hout vandaag. Houd op. Yeah. Lekker gapen. Gooi het eruit. Stout. Braai. Wat een gedrama. Nou, we lopen even in de Albert Heijn. Christy. Ja, jullie laat me helemaal ontsporen. En wij gaan even gewoon wat kopen. Nou, het is echt nog verdomd druk hier in dat centrum. Iedereen zit boodschappen te doen. Allemaal mensen, karretjes. Het is eigenlijk echt chaotisch. Daar ook allemaal mensen. Dus ja, ik vraag me het eigenlijk af. Wij moesten boodschappen halen. Wij moesten boodschappen halen, ja. Nom, 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 nom. Oeh. Wegens de verveling gaan wij... Oliebollen maken. Tadaa. Zo, nou. Hé, hey, geen rozijnen. Dobby. Goed. Nou, wij gaan lekker oliebollen maken. Yeah. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. Wat goed dat jullie kijken. Het is echt zo gemaakt. Nou, Chris heeft de mixer uitgehaald. En wat is het plan de campagne? Vertel het eens even aan de mens. Ja, vorige keer hadden we de bier erbij gedaan. Want we stonden dat het goed was. Ja. Maar laten we het nu gewoon lekker zonder proberen. Doen we nu zonder bier, maar ik vond het wel gelukkig. Nou, maar vorige keer waren ze niet zo. Nee? Oh, nou, ik vond ze oké. Okay. Joh, ik heb die eekhoorn. Is het een eekhoorn? Ja. Oh, ja. Dan moeten we mixen. Nou, het heeft niet echt smaak. Ja, precies dan aan de proef. De bacteriën moeten toch nog in de frituur, dus ja. Dus beetje. Een beetje, ik zie het probleem niet. Ja, precies 500 milliliter. Oké, okay, ja, dan mag dat erbij. Ja, en dan even lekker roeren. Nou, totdat dat eigenlijk, ja, het wordt een soort van slag, echt een klomp wordt het. Nee. Jawel. Nee, Jasmine. Oh, je moet trouwens wel de goede haken ervoor gebruiken. Ja, goede haken ervoor gebruiken. Ja. Krenten. Ja. Bellen. Oh, die witte zang. Het wordt echt een fijne mix. Oh ja, daar gaan er natuurlijk al een paar mis. Oké, okay, dat gaat door het beslag. En dan gaan we het even kijken. Doe jij even roeren. Kijken hoeveel erin kunnen. Ja, wel met de aan natuurlijk. Op één, hè. Zo is echt een sterk beslag. Ja, daarom. Nou, laat mij het maar doen, want dit Zo, dames en heren, wij gaan even folders in de brievenbus doen. Want we hebben dat bedrijf natuurlijk waarvoor we vanmorgen hadden geshoot. Ja, dus wij moeten dat heel snel even in die bussen allemaal doen. We gaan heel Nederland langs. Kom, Nadine. Oeh. Heel veel nee, die willen dat echt niet, hé. Kom maar. Oh ja, neem het. Ja, deze wil wel. Kijk hoe mooi, al die verlichtingen. Wauw. Wat Nadine dus zegt, vind ik best wel slim.
dat wij gewoon eigenlijk, ik heb het helemaal nat trouwens, ja, ik ben dat wij eigenlijk gewoon fijne feestdagen en zo erop moesten te zeggen. Want al die lieve mensen die geen kerstkaarten krijgen, die denken, oh, korte brievenbus, het zal vast een kerstkaart zijn. Nee hoor, gewoon een dikke reclamefolder. Ja, dus als er nog stond fijne feestdagen, kon je dat nog mooi ophangen, leuk aan je deur. Eigenlijk moeten we kerstkaartjes maken voor heel de wijk. Dat is zo'n mooi idee. Dat vind ik echt een top corona idee. Nou, als ik dat zo zie, zou ik ook zelf nog best wel weer zo'n krantenwijk willen. Wij doen het allemaal zo enorm goed. Het gaat ook hartstikke gesmeerd, die folders. Ja, en allemaal die mooie versierde tuinen. Nou, het is één wonder. Oké, wij zijn thuis. We zijn helemaal doorweekt. En we dachten achteraf, oh ja, paraplu's bestaan. Dit, gewoon dit. Oeh. Worden allemaal oliebollen. Wauw. Gewoon echt een snippakje. Dit heeft echt heel erg geholpen. Nee, niet op elkaar. Roosjes worden nu al, zijn nu al goed. Wauw. Hij is lekker. Echt? Ja, lekker krokant. Zo, dames en heren. Nou, ik ga nog genieten van de oliebollen. Ik dank jullie voor het kijken naar deze vlog. Doe een blauw duimpje omhoog. Dit was het voor vandaag. Slaap lekker. En morgen om 4:30. Dan zijn we er gewoon met een nieuwe vlog. Zoals elke dag.